Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met. Diana van Velen uit Zeewolde. Ze werkt samen met haar man aan een nieuw boerderijconcept. Goedemorgen, Diana. Goedemorgen, Leo. Ja, jullie hadden een bedrijf met 650 koeien. Dat is voorbij. Je gaat iets nieuws doen. Waarom beviel dat oude niet meer, die 650 koeien? Uh, nou, ik zal niet gelijk zeggen dat de 650 koeien niet bevielen. Nee. Uh, maar we zien de wereld om ons heen veranderen. En uh, we hadden zoiets van, hé, hey, we zoeken ook wel graag naar nieuwe uitdagingen. Uh, we willen meer met duurzaamheid en meer met uh, de samenleving aan de slag. Um, en daar was wat minder ruimte voor op het grote bedrijf. Uh, dus zodoende dat wij uh, uh, ja, gezegd hebben van, we gaan een verandering aan. Nou, ja. het was een biddinghuis, hè? En nu zit je aan de Ibisweg in Zeewolme. Ja, klopt. Ja. Wat zijn de plannen? Wat zijn de plannen? Ja. Uh, we hebben het burgerboerderij Oosterwold gedopt. Uh, natuurlijk gaan we heel mooi voedsel produceren. We zijn zelf uh, natuurlijk nog steeds melkveehouders, maar dan een stukje kleiner, 70 koeien. Uh, we hebben heel veel ruimte, uh, nou ja, over zou ik bijna zeggen, voor andere ondernemers. Dus daar, uh, we hopen allerlei mensen aan te trekken die misschien wel uh, een mooie tuin gaan, uh, gaan doen. Of een, misschien wel een bakkerij of een slagerij of wat dan ook. Uh, en daarnaast uh, willen wij heel graag het contact met de burgers opzoeken. Uh, het idee is eigenlijk een beetje van: hé, hey, wij zijn als boeren, uh, uh, nou ja, we hebben het alleen voor het zeggen. Over het land, maar het voedselsysteem is van ons allemaal. Kunnen we daar nou niet wat dingen anders in gaan doen? Ja, een voedselcollectief noem je dat. Um, hoe wil je burgers daarbij betrekken? Hoe gaat dat dan precies? Uh, een voedselcollectief werkt zo dat je met elkaar eigenlijk uh, eigenaar bent van het collectief. Uh, je koopt samen uh, spullen in. Uh, dus uh, meestal eten. Een uh, supermarktachtig concept is het. Uh, iedereen werkt drie uur in de maand mee. Om, om nou ja, allerlei taken die moeten gebeuren te doen. Daarmee spaar je natuurlijk een hele hoop uh, geld uit. En de winst gaat eigenlijk gelijk terug naar de... Naar de de consumenten, de burgers, uh, in de vorm van korting op de producten. Oké, okay, dus dat je ook zelf beter in de gaten hebt van... hé, hey, hoe werkt dat? Een soort mini-economie. Ja, eigenlijk wel. Ja, een klein beetje uh, sleutelen aan van, hey, hoe zou het anders kunnen, inderdaad. Ja, het dat ja. je dat ook beter in de gaten hebt, die processen. En, en uit die grotere groep uh, van dat voedselcollectief, want hoeveel mensen moet ik aan denken die dan daaraan mee kunnen gaan werken? Uh, we richten ons nu op een groep van ongeveer 5000 mensen. Beetje ambitieus. Ja. Vijfduizend? Nou, ja, we vinden het wel leuk om uh, <laughs> te kijken of we een serieuze verandering uh, teweeg kunnen brengen. Dat is echt stevig, uh, flink aantal, ja. 5000. Ja. Ja. Hoe hou je dat dan bij? Want uh, stel, Almere er ligt er dichtstbij, 5000 Almere, die melden zich aan. En dan? Nou, momenteel zijn we uh, aan het verkennen of we een coöperatieve supermarkt in Almere uh, kunnen gaan starten. Uh, ja, dat, Daar zijn eigenlijk al voorbeelden van. Uh, die hebben ook de automatisering prachtig op orde. Dus wat dat betreft kunnen we ook heel veel uh, ja, lenen van de buren, zeg maar. Ja. Uh, uh, dus in die zin, als je een beetje automatisering in, inpast, dan heb je dat stuk al gehad. En dan kun je, je eigenlijk gaan richten op de kwaliteit van de relaties met de mensen. Oké, okay, dus ik kom in de supermarkt binnen, ik heb een pasje, daarop staat dat ik gewerkt heb deze maand, krijg ik korting op de producten die ik daar koop, maar ik moet wel af en toe naar jouw boerderij toe we gaan doen. Um, nou ja, we zijn nu aan het zoeken van, van moet dat nou in de stad gebeuren of moet dat nou op, op de boerderij gebeuren. In eerste instantie zeiden we boerderij. Maar goed, we zitten ook een klein beetje buiten de stad. Um, dus op dit moment zijn we uh, daarna aan het kijken of we de supermarkt in de stad kunnen plaatsen. En uh, de boerderij eigenlijk het verhaal te kunnen laten vertellen. Dus dat mensen hier bijvoorbeeld in het weekend lekker bij ons komen, uh, met de beesten gaan knuffelen. Maar tegelijkertijd ook het verhaal horen. Misschien eens een extra productje uh, proeven of zien. Of, okay. um, ja. Dat er eigenlijk een beetje. Ja. Um... Klink, klinkt heel idealistisch, maar ik vraag me wel af, Diana, um, ja, wat gebeurt er op het moment dat mensen na, na een jaartje zoiets hebben? Ja, ik heb nou wel gezien en het kost veel te veel tijd, dus ik haak af. Uh, dat zou natuurlijk super jammer zijn. Nee, maar dat kan. Um, ja, nee, dat kan absoluut. Ja, dat, en dat gaat ook gebeuren. Er, zo, er is altijd verloop in dat soort initiatieven. Um, nou, voor ons als boerderij, zeg maar, wij hebben wel um, eigenlijk de boel rondgerekend zonder uh, al die. Uh, Idealistische initiatieven, zoals je het uh, benoemde. Het is ook idealistisch, hoor. Ja, ja. Uh, dus dus wij, wij gaan lekker landbouwen. We gaan biologische uh, groenten telen. Uh, we hebben win windenergie, zonne-energie. Die ondernemers. Dat, dat gaat goed voor ons. Uh, en vervolgens hebben we daarmee ook een klein stukje vrijheid... om inderdaad te gaan pionieren. Want dat is het. Uh, uh, ja, we hebben ook die financiële vrijheid een klein beetje. Oké, okay, je, ja. je staat hier heel enthousiast. Uh, waar, waar komt dat vandaan? Waar komt jouw... Uh, ja, uh drive vandaan? Wat is dat? Um, ja, toch wel uh, van binnenuit een soortje van um, uh, ja, rechtvaardigheidsgevoel. Um, ook wel vanuit mijn geloof. Ik ben christen. Uh, dat idee van, hé, hey, we, we moeten het met elkaar doen op deze aarde. Mm -hmm. uh, een beetje meer liefde zou zeker geen kwaad kunnen onderling. En hoe kunnen we nou uh, met elkaar weer meer samenleving zijn? Um, wat ik een beetje merkte is dat wij als boeren heel erg in een red race zitten, maar volgens mij iedereen in de stad ook. Ja. Uh, ik bedoel, het wordt steeds drukker, lijkt wel. We, we lopen elkaar gewoon voorbij. Um, kunnen we nou op, aan de economische kant iets anders doen, zodat er weer een beetje ruimte komt? Dat is eigenlijk een beetje de, de basis van wat wij aan het doen zijn. En met elkaar verbinden. Ja, en daardoor weer met elkaar verbinden. Ja. Weer wat tijd creëren, wat ruimte creëren. Okay. Ja. Ja. In de grote boze wereld, in die Red Race, is het zo dat je als boer moet je producten doen, die, je, die lever je af aan de afnemer, vaak contractteelt. Dat gaat in grote bulken naar de tussenhandel, naar de supermarkt. Dan ben je maar een heel klein stroompje straks, als het lukt of voor de voor de coöperatieve supermarkt ja voor de coöperatieve ja? en ja. die mensen die Klopt. die zich bij jou aansluiten eventueel het gros al gewoon naar de bekende merken gaan en daar groente en fruit in slaan. Uh, ja, dat verschilt wel een klein, een klein beetje qua, qua per bedrijfstak. Uh, bijvoorbeeld, wij straks met onze zuivel kunnen net uh, die 5000 mensen uh, wafstukken. Ja, ja, ja. <laughs> maar onze buurman die groenten bij ons teelt, uh, ja, daarvan zal ook een heel deel gewoon lekker naar de Albert Heijn of naar nou ja, de andere supermarkten gaan. Uh, ja, dat, dat is nodig om, om die boerderij uh, boven water te houden natuurlijk. Dat is de basis waar je het eerder over had. Die moeten zijn. En dan komt die, dat contact met de stad. Uh, ja, eigenlijk wel. En ik denk ja. dat voor onze boerderij, omdat wij hem. Uh, het was een boerderij voor 400 koeien. Die, die schalen wij af. Er komen dus andere ondernemers. Dus samen met die ondernemers kunnen wij best wel een groot deel uh, juist wel naar de burgers doen. Maar de boeren die met ons samenwerken om ons heen. Ja, daar zal dat niet mogelijk voor zijn. En dan is het gewoon een mooie eerste stap in om, om, dat, om dat contact uh, uh, ja. te gaan leggen. Je moet ergens beginnen, uh, Ja, zeker. Ja. Ja, en en dan moet het ook allemaal biologisch gaan worden? Uh, er is geen moeten, maar wij zijn uh, aan het omschakelen naar uh, biologisch. Onze buurman is ook biologisch, waar we mee samenwerken. Okay. Dus uh, ja, wij willen heel graag uh, verder daarin: uh, natuurinziende landbouw, regeneratieve landbouw. Uh, wij zitten midden tussen natuur. We zitten naast de nieuwe Lidl, de duurzame Lidl aan de A6. Okay. Daar komt een moerasgebied naast. We zitten aan de ene kant natuurlijk bij de Oostvaardersplassen en nog staatsbosbeheer naast ons. Dus we zijn heel erg aan het zoeken van kunnen wij nou samen dichter tegen die natuur aan gaan boeren. Ja. Volgende week begint de tulpenroute. komen er heel veel mensen langs jouw boerderij? Ga je daar staan met een bord en een vlag en kom kijken bij mij? Ja. Oké. Okay. Hoe, hoe pak je dat aan? Ja, dan, dan komen de mensen kijken. Dat ja, dan. nou ja, absoluut. Nou, we hebben dit jaar nog uh, 20 hectare tulpen. Oké. Okay. Uh, dat helpt altijd Ze mee. vanzelf ja. voor de foto's. Ja, ja heel leuk. En dan maar dan druk je drukje zo'n vonder in de handen of wat, wat ga je doen? Ja, uh, nou, we hebben uh, gewoon lekker koffie en uh, wat te eten. We maken wat zitjes, zodat mensen of kunnen picknicken met uitzicht op de tulpen of uh, met uitzicht op de beesten. We hebben, we hebben koeienkalfjes, lammetjes, geitjes, alles uh, erop en eraan. Uh, en verder willen we inderdaad mensen ook wat meer uh, gaan vertellen over het voedselcollectief en ook eens gaan. In gesprek gaan en voelen: van hé, hey, uh, leeft die behoefte er? We, we, we weten dat, dat het voedsel duurder wordt en dat iedereen het erover heeft, maar, mm -hmm. maar ja, willen we het ook echt anders met elkaar? Ja, precies. Dus dat, ja. Ja. Want op wat voor termijn wil je dit gerealiseerd hebben? Je doet bijvoorbeeld die coöperatieve supermarkten. Wanneer zou dat? Kunnen zijn. Ja, we zijn nu met een aantal mensen, iedereen is welkom om mee te helpen. We hebben ook een groep die, die ons daarbij helpt. We hebben met elkaar een stipje op de horizon gezet voor anderhalf, twee jaar. Dat we dan in ieder geval wel nou ja, het liefst open zouden willen, maar in ieder geval goed duidelijk hebben van hé, hey, dit gaat wat worden. Ja, oké. Okay. Wat ik nu even spontaan bedenk, dat zou er misschien ook nog bij kunnen, is dat je ook een soort kinderopvang daar hebt. Jonge kinderen die lekker daar aan de slag gaan, ook met de beestjes. En... En alles. Zou dat ja, ook nog is, een optie zijn? Ja, er is ruimte voor verschillende soorten ondernemers sowieso op het erf. We gaan niet alles zelf doen. We willen juist uh, samenwerken. Ja. Dus ja, naast de voedselondernemers is er ook plek voor uh, inderdaad mensen die of in de zorg of recreatie. We zijn ook nog bezig met biobased bouwmaterialen. Juist omdat we zoveel natuur om ons heen hebben waar biomassa uitkomt, kunnen we daar nou mooie ja, bijvoorbeeld isolatiematerialen van maken. Dus ook die zijn welkom. Ja, okay. gaat allemaal gebeuren. juist. Ja, leuk mooi. hoor. Heel veel succes ermee. Ja, dank jullie en wel. En dank voor dit gesprek. Ja, ja, ik vond het heel leuk. Dank u wel.